De inschrijvingen voor de Centrale Bank Certificaten, CBC, lopen stroef. Dit zegt Daniela Wondel, hoofd van de afdeling Open Market Operations bij de Centrale Bank. De inschrijving is op 28 juli gestart en loopt tot 11 augustus. Volgens Wondel neemt de gemeenschap waarschijnlijk een afwachtende houding aan, vanwege onder andere het keuzevraagstuk. Of zal ik mijn SRD's nemen en omzetten in vreemde valuta? Of zal ik hem houden in SRD's en beleggen en een rendement erop krijgen? Het is een keuzevraagstuk waar de meeste spaarders, beleggers zitten. En het ligt eigenlijk aan hun om het besluit te maken. En dat neem je niet over één dag. Je gaat er goed op. Een goede overweging over maken en dan ga je een besluit nemen. Dus ik denk dat het daaraan ligt dat men nog even bezig is na te gaan. Hoeveel rendement krijg ik op mijn CBC, dus certificaten? En hoeveel zou ik krijgen als ik hem omzet in vreemde valuta? En nu, op dit ogenblik, kijk, als we praten in termen van de US dollar, is die ook onderhevig aan inflatie. Dus daar heb je ook te maken met een koopkrachtdaling. Dus als belegger, als ik de belegger was, zou ik dus uiteindelijk echt kiezen voor de SRD. Omdat het mijn eigen munteenheid is. Ik help daarbij bijdragen aan het versterken van mijn munt. En ik krijg daarnaast ook een rendement erop terug. En ik heb de Centrale Bank geholpen bij het realiseren van haar monetaire doelen. Wondel beseft wel dat de doorsneeburger geen geloof heeft in de Surinaamse munteenheid. Daarom wil de moederbank met dit instrument het geloof in haar, het vertrouwen in de munt herstellen en het overtollig Surinaams geld afromen, oftewel uit de circulatie halen. De huidige stijging van de wisselkoers zorgt wel voor een spanningsveld, waardoor burgers in de vreemde valuta vluchten. Wondel vertelt waarom het aanschaffen van een centrale bank certificaat nodig is. Zo'n certificaat is het dus dat je, stel een belegger komt en die wenst een certificaat ter waarde van 10.000 SRD te kopen. Je krijgt daarop een rente van 29,5% per jaar en je belegt hem bij de centrale bank voor 6 maanden. Er is geen mogelijkheid voor tussentijdse betalingen, dus het is op verfaaldatum dat je dus je hoofdsom en het rendement terug ontvangt. Maar wat je dus nu wel hebt, is dat je de mogelijkheid hebt, indien je eerder je geld wenst, dat je hem verder verkoopt. Dus er is een doorverhandeling mogelijk. En die doorverhandeling kan niet rechtstreeks tussen beleggers, maar daar gaan we dus via de effectenhandel, via de effectenbeurs, kan zo'n certificaat doorverkocht worden. Met dit instrument hebben we dus los van het afromen van overtollige SRD's, geven wij ook een duw, een trigger aan het verder ontwikkelen van onze kapitaalmarkt. En dus dat doen we dus doordat dit certificaat dan verder verhandeld kan worden. De belegger krijgt na de 6 maanden een rente van afgerond 1500 SRD op de 10.000 SRD. Wondel wijst erop dat de rente van de commerciële banken iets wat lager ligt. Het beoogd bedrag dat afgeroomd moet worden is 500 miljoen SRD. Het hoofd Open Markt Operaties roept de samenleving op nog voor 11 augustus zich via een lokale bank in te schrijven voor de aanschaf van een centrale bank certificaat.